Waardevol Leven Toerusting. Van harte welkom bij alweer de 5e video van de Waardevol Leven Toerusting. In deze video gaan we nog steeds in op de vraag waarom het zo belangrijk is om Jezus centraal te stellen. En we gaan nu ontdekken hoe het centraal stellen van Jezus van fundamenteel belang is voor jouw persoonlijk geestelijk leven. Heel veel zegen bij deze video. We hebben gekeken naar hoe Jezus de hele schepping draagt. We hebben ontdekt dat de schepping voor hem en door hem is ontstaan. We hebben ontdekt hoe de Vader en de Heilige Geest Jezus naar voren brengt. We hebben ook ontdekt hoe Jezus de Heilige Geest en de Vader zichtbaar maakt. Maar er is ook een hele andere belangrijke reden waarom het zo belangrijk is om Jezus centraal te stellen in alles. En dit mag je invullen. Jezus leven, dood en opstanding is de basis voor ons geestelijk leven. Jezus leven, dood en opstanding is de basis voor ons geestelijk leven. En dit is heel bazaal, maar juist die fundamentele dingen. Ik had een keer iemand die tegen mij dat zei van, joh, de hoogte van je gebouw wordt bepaald door de diepte en de kracht van je fundament. En dat is helemaal waar. Dus het lijkt heel fundamenteel om deze dingen opnieuw te noemen, maar het is zo belangrijk dat je dit beseft. Ik zie zoveel, vlak voordat we deze uitzending begonnen, hadden we even contact met elkaar. En één iemand zei, oh, ik word zo elke keer weer geraakt door dat stukje van genade. Hoe dat jou, mij geraakt heeft en hoe we daarmee bezig zijn en hoe fundamenteel dat stukje is. En ik besef me van daaruit meer dan ooit dat alles wat we doen, doen we vanuit hem. En soms willen wij ook ons geestelijk leven maakbaar maken. En dan kijken we naar het geestelijk leven. En zo net noemde ik het al van de wonderen en de tekenen. En de mannen gods die dit doen en dat doen. En dan denken wij, oeh, dat moeten wij ook. En wij moeten ook zo wandelen. En wij moeten ook soort Jezusen hier op aarde nu worden. En dat moeten we voortbrengen. En dat worden moeten. En dat is zwaar. En dat is vermoeiend. Geen genade, hoor ik hier iemand zeggen. En het lukt je niet. Omdat het we maken ook soms van het geestelijk leven iets maakbaars. En onthoud. Thuis onthoud. Jezus is het fundament van je geestelijk leven. En vergeet dat nooit. Jezus is het fundament voor jouw geestelijk leven. Zijn persoon en zijn werk aan het kruis is de basis voor het feit dat jij een relatie kan hebben met God. Elke keer mag je daarvan uit weer bij hem komen. Het begint bij hem, het eindigt bij hem. Als je weer meeschrijft mag je invullen, Jezus is de basis voor ons persoonlijk geestelijk leven. Later, waarschijnlijk niet deze avond, gaan we ook nog erop door dat Jezus de basis is voor ons gemeenteleven. Voor het geestelijk leven van de gemeente. Maar nu even inzoomen dat hij de basis is voor jouw persoonlijk geestelijk leven. Het eerste punt is, hij is de weg, de waarheid en het leven. En dat is een hele bekende tekst. We kennen hem allemaal, maar ook goed om die nog een keer weer te horen. Wij willen zelf zo graag de weg bepalen. En soms weet je, als je de weg kwijt bent, dan zijn wij op zoek naar de weg. Maar weet je, opnieuw, ga dan elke keer naar Jezus. Want hij is nooit de weg kwijt. Waarom niet? Hij is de weg. En zodra je bij hem bent, heb je de weg dus weer gevonden. En weet jij niet waar je naartoe gaat, hou dan hem vast. Volg hem, want hij weet wel waar hij naartoe gaat. Waarom? Hij is de weg. Als jij niet meer weet hoe het zit, hou je vast aan hem, want hij weet hoe het wel zit, want hij is de waarheid. En zelfs als je het leven even niet meer begrijpt, kom dan bij hem, want hij is het leven. De weg, de waarheid en het leven. Hou je vast aan hem. Je hoeft niet langer te zoeken. Als je mij hebt, dat is wat Jezus zegt. Dan heb je gevonden waar je naar op zoek bent. Ik ben een antwoord. Vind je mij, dan vind je richting, dan vind je zekerheid, dan vind je eeuwig leven. En dit is zo bazaal, dit is zo fundamenteel, zo simpel, maar ook enorm belangrijk. Dat je dit nooit en nooit en nooit vergeet. Want des te meer je opbouwt in je leven, des te meer je doet, des te meer je allerlei dingen doet, des te makkelijker het soms mogelijk is dat je dat even weer helemaal vergeet. Een tweede is, dankzij hem, heel simpel, hebben wij toegang tot God. Als gevolg van de zondeval was onze toegang tot God belemmerd. We konden niet meer zo vrij bij God, onze hemelse Vader, komen als we wel eerst daarvoor bij hem mochten wandelen. De zorg en de zegen van het paradijs, zoals beschreven in Genesis hoofdstuk 1 en 2, die viel weg. En de weg naar de levensboom werd afgesloten. God joeg Adam en Eva uit het paradijs en liet de toegang bewaken door engelen. Maar gelukkig was deze reactie van God van tijdelijke aard. Ik zie het als de bescherming van God, niet als de boosheid van God, dat hij dat gedaan heeft. Ik geloof dat God dat gedaan heeft, omdat als wij in die zondige staat ook gegeten hadden van die boom des levens, dan hadden wij dus voor eeuwig in die zondige staat vastgezeten. Snap je wat ik daar zo snel zeg? Want soms vragen we ons dat wel af. Waarom joeg hij ze nou weg? Was God gewoon boos. Wegwezen. Ze moeten nu niet ook nog van de boom des levens eten. Want anders blijven ze voor eeuwig leven. Ik vroeg me heel vaak af, nou hoe zit dat dan? Want God wil toch dat we eeuwig leven? Maar nadat zij gegeten hadden van de boom van kennis van goed en kwaad, was hun staat zondig geworden. En God die wilde niet dat wij in zondige staat, zonder God, gingen eten en proeven van die boom des levens. Dus daarom heeft hij het afgesloten, zodat de boom des levens Jezus kon komen. En dat uiteindelijk als we weer bij hem komen, kon het weer hersteld worden. En kunnen we weer in herstelde staat, in gerechtvaardigde staat, komen we later ook nog veel dieper op terug, kunnen we voor eeuwig leven. Dus dat God daar tijdelijk de Hof van Eden afsloot, was zijn liefde om ervoor te zorgen dat wij uiteindelijk via Jezus weer op rechtvaardige manier terug kunnen komen in het eeuwige leven. Wij zitten dus niet voor eeuwig vast aan die zondige staat, maar via Jezus komen wij weer voor eeuwig in die geheiligde staat. Dat is een prachtige wonder. Romeinen hoofdstuk 5, die zegt dit, vers 2. Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade die ons fundament is. En in de hoop te mogen delen in zijn luister, prijzen wij ons gelukkig. Genade die ons fundament is. Vandaag had ik ook nog een gesprek met iemand, vandaag ook juist opnieuw nog over genade en wat is genade. En heel makkelijk in ons beeld, tenminste zo hoorde ik hem heel vaak, hoor je dit, genade is een gunst die je krijgt ondanks dat je hem verdient. Eigenlijk verdienden we straf, eigenlijk verdienden we geen genade, maar gelukkig heeft God ons toch genade gegeven. En daar is een ander woord voor in de Bijbel, want we verdienen straf van God. In het Engels zeg je daar mercy, zijn goedheid. Hij heeft ons die straf kwijtgescholden. Maar het woordje genade, charis, waar dat over spreekt, dat spreekt over dat je iets krijgt wat niet te verdienen is. Dus daar kun je niks voor doen dan alleen het aannemen en het ontvangen. Ieder die in hem gelooft, en een ander woord voor geloof is vertrouwen. En om iets te ontvangen heb je vertrouwen nodig. Dus iemand komt bij mij en iemand geeft het. En om het cadeau te ontvangen moet ik zeggen, oké, ik stel me open om te ontvangen. Dat is de weg tot genade. Dat is de weg tot eeuwig leven. Jezus is degene die genade komt aanbieden. En iedereen die zijn vertrouwen in hem stelt, wordt gered. En het enige wat je hoeft te doen is die gratis gave, die niet te verdienen is, aan te nemen. Klinkt mooi. Klinkt heel gemakkelijk. Maar juist dat vinden wij mensen heel moeilijk. Want wij willen zo graag werken voor. De meeste mensen, niemand wil werkloos zijn. Iedereen vindt het heerlijk om te werken en daarna een loon te krijgen. En daar heb je voor gewerkt. En dat geeft ons mensen een goed gevoel. Zo zitten wij in elkaar. Maar Paulus schrijft onder andere in Romeinen hoofdstuk 5 dat genade iets is waar we niet voor kunnen werken. Want als we ervoor zouden kunnen werken, dan is het geen genade meer. Want dan hebben we het zelf verdiend. Maar het is een niet te verdienen gunst. Dus maak het even heel duidelijk ook in je leven. Dat we genade van Jezus hebben gekregen is een niet te verdienen gunst. Maar omdat God zoveel van ons houdt, schenkt hij hem ons toch. En dat is mooi. En dat is de basis van jouw geestelijk leven. Het derde, die je ook weer mee kan schrijven, is hij is de bron van eeuwige redding. De bron van eeuwige redding. Hebreeën 5 vers 9. Daar staat: en toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding. Ik vind het zo'n mooie beschrijving. Ik hoef er niet heel veel meer over te zeggen. Maar verderop in deze toerustingsstudie gaan we ook nog wat dieper in, onder andere op Jezus verhogen. En je zou daar denken dat dat allemaal gaat over aanbidding. En Jezus verhoging heeft ook alles te maken met aanbidding. Maar heeft ook alles te maken met dat Jezus dood en opstanding jouw bron van eeuwige redding gaat worden. Gaan we nog veel dieper op in de toekomst. Maar ik beschrijf nu even vrij puntig in een aantal puntige zinnen waarin je mee kunt schrijven van waarom is Jezus nou zo belangrijk, zo cruciaal voor jouw geestelijk leven. Een vierde punt, bij mij weten, even zien, 1, 2, 3, 4, ja. Is ieder, opnieuw een hele basale, we kennen hem allemaal, ieder die in hem gelooft, met andere woorden, die op hem vertrouwt, wordt gered. Johannes 3, vers 16, wereldberoemde tekst. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. De komst van Jezus is een van de grootste liefdesuitingen van de Vader. Als je wil weten wat Gods liefdestaal is, dan is het die opofferende liefde. Hij hield van de zoon, hij houdt van de zoon, maar hij houdt ook van jou. En omdat hij zoveel van jou houdt, heeft hij zijn zoon gegeven. De Vader heeft er initiatief genomen en jij mag daarop reageren. Jij mag zeggen, in dat leven wil ik leven, voor eeuwig en altijd. Een vijfde punt is het nieuwe, en daar mag je inschrijven, verbond is met zijn lichaam en bloed verkregen en verzegeld. Het nieuwe verbond is met zijn lichaam en bloed verkregen en verzegeld. Vanaf het begin van de schepping openbaart God zich als een God die belang hecht aan een verbond. Daarom vind ik het ook zo belangrijk om een goed beeld te hebben van hoe werkt het nou met het huwelijksverbond. En daar willen we ook in 2014 in de gemeente willen we ook wat dieper weer op ingaan. Van wat houdt dat nou werkelijk in? Wat zijn nou de zegeningen? Omdat er parallellen in zitten. Maar daar ga ik nu niet dieper op in. Maar God is een God van verbond. En met name door het middel van het verbond van met Mozes, de wet, blijkt dat de mens niet in staat was en niet in staat is om zich ten opzichte van God te houden aan de voorwaarden van het verbond. Want elk verbond heeft altijd bepaalde voorwaarden waar je je aan moet houden. En de wet van Mozes toont ons dat wij niet uit eigen kracht kunnen leven zoals God het bedoeld heeft. Dat is eigenlijk, daarom staat er in Romeinen heel prachtig dat de wet in zichzelf is niet zondig. De wet in zichzelf is een reflectie van hoe God is en hoe heiligheid is. Maar de wet toont wel, maakt wel zichtbaar dat jij en ik een zondige natuur hebben. Dat wij niet uit eigen kracht zo kunnen leven. En dat oude verbond was dus niet in staat om ons heilig te maken, omdat jij en ik niet in staat waren om ons aan de voorwaarden van het verbond te houden. De 10 geboden kunnen wij uit eigen kracht niet houden. Onmogelijk. Daarom vind ik het zo'n mooi beeld. In Lucas 18 en Lucas 19 en Lucas 18 komt die rijke jongeling bij Jezus en die zegt, wat moet ik doen om behouden te worden? En Jezus weet hem gelijk te vertellen wat hij nog net niet deed, wat hij wel had moeten doen naar eigen kracht. Maar hij zegt ook letterlijk, wat moet ik doen om? En de rijke jongeling druipt af. En in hoofdstuk 19 zien we Zacchaeus. En Zacchaeus die is niet bezig met wat moet ik doen om klaar te krijgen wat ik hebben wil. Hoe kan ik het verdienen? Maar Zacchaeus was erop uit te kijken, wie is Jezus? Wie is Jezus? En uiteindelijk komt Jezus letterlijk in zijn huis, letterlijk in zijn leven. En de vrucht was precies datgene wat die rijke jongeling niet als vrucht kon dragen. Hij gaf alles weg en hij was een gevend persoon geworden. En ik vind het een prachtig beeld van dat oude verbond, dat heeft de neiging, en ik geloof dat God het daarom gedaan heeft, en dat kun je bijbels terugvinden in onder andere de Romeinenbrief, dat God ons dat verbond met Mozes heeft gegeven, ja zo wil ik dat je leeft, maar het gaat je echt niet lukken. Het gaat je niet lukken uit eigen kracht. Je kunt het proberen, en je kunt misschien 9 van de 10 houden, maar dan hou je de 10e weer niet, en de Bijbel leert ons, als je ook maar 1 van de geboden breekt, heb je ze allemaal gebroken. En wat leert ons dat? Dat wij ze allemaal gebroken hebben. Dat niemand van ons uit eigen kracht die wet kan houden. Daarom was een nieuw verbond nodig. En dat nieuw verbond is niet gesloten met offers en dieren enzovoort voor een korte tijd, voor een jaar of voor een half jaar of weet ik veel wat, met gewoon beesten uit de natuur. Maar dat nieuwe verbond, en daarom knoop dit goed in je oren. Pak dit fundament voor eeuwig en altijd. Jouw geestelijk leven is gefundeerd in Jezus Christus. Hij heeft zijn bloed, zijn lichaam gegeven voor jou, zodat nu jij deel kunt worden van een verbondsrelatie met de hemel. Een verbondsrelatie met je hemelse Vader. Niet te verdienen, niet maakbaar, niet realiseerbaar uit eigen kracht, maar te ontvangen vanuit genade. En ja, daarvoor moet je vertrouwen op hem. En het is niet, want soms maken we genade goedkoop. Genade is niet goedkoop in die zin dat God het ons heeft gegeven. Jezus' bloed heeft ervoor gevloeid. Zijn lichaam heeft ervoor gevloeid. Maar God vond het waard om dat te doen, zodat daarvan uit wij mogen leven. En dat is de bron, dat is de kracht, waardoor Gods geest nu in jou kan stromen en de wet op je hart kan schrijven, waar we het eerder over gehad hebben. Nu kunnen wij, dankzij de geest, zeggen dat wij Gods kinderen zijn. Abba, Vader, heb je gelijk het eerste gebod al gehouden. En we kunnen daarvan uit zeggen dat wij Gods kinderen zijn, dat wij aan elkaar verbonden zijn. Dan heb je alweer een van de andere geboden. En zo, het werk van de geest in ons, brengt ons daar waar wij zonder de geest en zonder dit nieuwe verbond niet konden komen. Jezus, het is soms zo simpel, maar soms is het zo ingewikkeld. Maar het is zo bazaal en zo belangrijk. Jezus is de basis van jouw geestelijk leven. Marcus 14, vers 24 zegt het heel mooi. Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen vergoten wordt. En dat is het avondmaal waar Jezus het over heeft, maar het spreekt over het nieuwe verbond met Jezus. 1 Korinthe 11 vers 25. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Lieve mensen, ook wat betreft het avondmaal is het mijn verlangen en ook ons verlangen als gemeente, dat dat niet in een of ander wet iets is wat je één keer in de maand doet en dan hoort dat er even bij, maar dat het deel wordt van je geestelijk leven. Daarom stimuleer ik mensen, en ook, ik geloof dat we daar ook volgend jaar ook weer dieper in verder willen gaan, dat jouw avondsmaalviering niet afhankelijk is van een zondagdienst, of het daar wel of niet gebeurt. Je kunt het in je eentje doen. We zouden het hier met elkaar samen kunnen doen. Niet verkeerd, maar ook eens een keer, helaas voor de mensen thuis, met de mensen die hier zitten, gewoon samen dat verbond te vieren. Zo'n avond als dit openen zo met elkaar. En dat kun je thuis ook doen. Dat kun je in je eentje doen. Dat kun je met je kinderen doen. Dat kun je met je man en je vrouw doen. Het is het bedanken, het erkennen van dat jij jouw geestelijk leven te danken hebt aan hem. Iemand vroeg me dat laatst opnieuw, ik had er ook wat over gezegd, over kinderen aan het avondmaal. Mag het nou wel of niet? En ik zeg, mag je kind bidden? Ja, natuurlijk mag mijn kind bidden. Mag je kind liederen zingen? Ja, natuurlijk mag mijn kind liederen zingen. Mag die ook aan het avondmaal? Want het avondmaal is onderdeel van jouw geestelijk leven tussen jou en Jezus. Daarmee gedenk je dat je aan hem jouw redding te danken hebt. En als jouw kinderen dat besef hebben, mag je samen met Jezus dat doen. Ik geloof dat hierop ook van toepassing is dat Jezus zegt, verhindert ze niet, laat ze tot mij komen. Laat ook die kinderen beseffen dat Jezus zijn lichaam en Jezus zijn bloed vergoten is ook voor hun. Om van daaruit, dat is de basis van je geestelijk leven. We zijn bijna aan het eind van deze avond. Ik kon nog een paar noemen. Deze ga ik niet te diep op in. Hij is de eersteling. 1 Korinthe 15 vers 20 en 21. Maar Christus is werkelijk uit de doden opgewekt. Als eerste van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door één mens, zo is ook de opstanding uit de dood gekomen door één mens. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. Jezus is de basis van je geestelijk leven. Een andere tekst, Kolossenzen 1 vers 18, hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. Wil jij een aanbidder zijn? Zet dan God op Jezus op nummer 1 in alles wat je doet. Een volgende, kun je ook weer mee invullen. Omdat hij is opgestaan, mogen wij opstaan, /opnieuw geboren worden. Romeinen 8 vers 11, want als de geest van hem, die Jezus uit de dood heeft opgewekt, in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt, ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn geest die in u leeft. Omdat Jezus is opgestaan, mag jij opstaan. Ik heb het in de eerdere avond over de Heilige Geest ook al genoemd. De Heilige Geest bewerkt in jou wat Jezus bewerkt heeft aan het kruis. Jezus heeft aan het kruis gezegd, het is volbracht. En de Heilige Geest maakt gebruik van dat volbrachte werk om in jou te volbrengen wat Jezus al volbracht heeft aan het kruis. Afgelopen zondag vroeg iemand mij daar nog even vanaf, maar waarom moest Jezus dan nog aan het kruis? En, hoe moet ik dat nou zien? En ik had een vrij simplistisch, en dit is veel te simpel, maar misschien helpt het je wel. Voorbeeld, stel je voor, we hebben in de kerkzaal een hele grote apenkooi gebouwd. En vanuit de hemel had God gezegd, je weet wel wat een apenkooi is, hè? Dat is zo'n gymnastiek ding waar de kinderen dan doorheen gaan. En God heeft tegen ons gezegd, je moet een hele parcours door, maar het is onmogelijk, het is niet te doen, wij kunnen het niet. En Jezus komt en die gaat het hele parcours door en die heeft het perfect gedaan. Want sommige mensen denken, ach, Jezus is gekomen en hij heeft de hele apenkooi als het ware verwijderd. Maar dat is niet zo. Die apenkooi is er nog steeds. Er is nog steeds een leven voor ons zoals God dat bedoeld heeft. Alleen niemand van ons kon dat leven leven. Niemand kon die parcours halen. En Jezus is gekomen, die heeft hem perfect gehaald. En dat is de basis waarvanuit nu de Heilige Geest komt en jou als het ware achter Jezus aan meetrekt er doorheen. En dat het daarvanuit dus nu ook mogelijk is dat jij mag leven zoals God het voor jou bedoeld heeft. Snap je hem? Dus de Heilige Geest die bewerkt in jou wat Jezus bewerkt heeft aan het kruis. En omdat Hij is opgestaan, mag jij nu ook opstaan. Want de valkuil is, als je zo gericht bent op Jezus, soms zijn we zo gericht op Jezus vanuit ons hoe denken van, ik ellendig mens, ik ben niks en Hij is alles. Nee, 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 nee. En dan hebben we het niet over een zelfverheerlijking, maar omdat Hij is opgestaan, mag jij nu ook opstaan. Jij mag er zijn. Groningen mag weten. Vanmiddag was het interviewtje iets te snel voorbij. Ik dacht, ik had nog net een minuutje extra willen hebben, want ik had mijn volgende zin al klaar. Van allebei, wij God vergeten, God is ons niet vergeten. En leuk dat hier, leuk, niet leuk, 25% van de Groningers die heeft nog wat met de kerk en 75% dus niks meer. En dan zouden wij van in shock kunnen raken, oh, God heeft wij hebben God vergeten. Dat zou zo kunnen zijn, maar God heeft ons niet vergeten. Echt niet. En Hij wil ons helpen opstaan. En ik geloof dat als jij en ik gaan opstaan, juist in dit gebied, dan zullen mensen daarna gaan kijken. Waarom lopen die mensen met zo'n rechte rug? Waarom hebben ze zoveel liefde? Waarom hebben ze zoveel vrede? Waarom hebben ze zoveel vreugde? Omdat zij zijn opgestaan. Waarvanuit? Omdat Jezus is opgestaan. En daarom is Hij de basis voor je geestelijk leven. De allerlaatste, en je kunt hem invullen, Hij belichaamt het ja. Alle beloften worden in Hem ingelost. Ik lees hem voor, 2 Korinthe 1 vers 19. De Zoon van God, Jezus Christus, die wij, Silvanus, Timotheus en ik aan u verkondigd hebben, was immers ook niet iemand die ja zei en nee bedoelde. Hij belichaamt het ja. En ik blijf het leuk vinden, hier staat niet hij belichaamt het ja en nee, maar hij belichaamt het ja. Ja, come on. In Hem worden alle beloften van God ingelost. Hier staat dus, met andere woorden, elke belofte die jij kunt vinden, die wordt gerealiseerd in Jezus Christus. Snap je nu waarom ik zeg, Jezus is de basis van je geestelijk leven? Want als je bij Hem komt, dan alle beloften die er zijn in Gods woord, in Jezus Christus worden die jouw deel. En daarom is het ook door Hem dat we amen zeggen. En amen betekent het is zoals het is, het zal waar en zeker zijn. Dus we zeggen niet amen aan het eind van het gebedje omdat het ons geleerd is, maar we zeggen amen dankzij Jezus is wat in Gods woord staat ook realiteit voor jou en voor mij. Tot Gods eer. Jezus zegt geen ja en bedoelt nee, zijn ja is ja. En wat ik ook nog heel erg leuk vind, hier wordt niet langer over oordeel gesproken. Alle oordeel is op Jezus gekomen. En nadat alle oordeel op Jezus is gekomen, zijn in Jezus alle beloften ingelost. Dat is mooi. Dus als je bij Jezus komt, dan kom je niet meer bij iemand die jou oordeelt. Daarom staat er in Romeinen 8 vers 1, in Christus is er dan geen veroordeling meer. Maar kom je bij degene op wie het oordeel is gekomen. En daardoor kunnen nu de beloften van God via Hem in jou en door jou ingelost worden. Bedankt voor het kijken naar dit deel van de Toerustingsvideo's van Waardevol Leven. Weet je, ik vind dat het heel erg belangrijk dat je niet alleen luistert en kennis krijgt in je hoofd, maar dat je ook echt aan de Heilige Geest vraagt, wat spreekt u hierover tot mij? En ik bid en ik verlang ernaar dat ook deze studie die je net gehoord hebt jou weer verder gaat helpen om Jezus te vinden in je leven, Hem te verwelkomen in je leven, Hem te verhogen in alles wat je doet, Hem te vertrouwen, Hem te volgen, Hem te verwachten en Hem te vertegenwoordigen in je dagelijks leven. Ik zie je snel weer bij de volgende studie.